Even voorstellen, mijn naam is Richard Vermeulen, beleidsmedewerker bij waterveiligheid bij de provincie Zuid-Holland. Ik heb samen met mijn collega Laura de Vru, wil jij je voorstellen? Ja, Laura de Vru. Hij doet het. Tot voor kort werkzaam bij provincie Zuid-Holland en sinds kort werkzaam bij Rijnland. Wij hebben samen de ontwikkeling van de handreiking getrokken. En we vinden het ook leuk om het samen hier af te ronden. De STOA heeft ons verzocht om de achtergronden en de aanleiding aan jullie te vertellen. Zodat de STOA hun eindproduct straks kan opleveren. Nou, wat gaan wij in het kort vertellen? Wij, Laura en ik, die zullen in 10 minuten ongeveer de aanleiding en de achtergronden aan jullie vertellen. De collega Arie de Gelder van Schieland en de Krimpende Waard, die heeft een praktijkervaring en die wil daar wat over terugkoppelen. Wat is de inhoud van de presentatie? Waarom de handreiking? In Zuid-Holland hebben wij verschillende waterschappen. Een aantal jaren geleden hadden wij met zelf veel vragen ook met betrekking tot wijziging van de kaarten regionale keringen voor de waterverordening. Daarnaast hadden de waterschappen ook veel vragen met voorstellen om te komen tot wijziging van de waterverordening. Dat leverde intern bij ons veel discussie op over wat is nu een regionale kering. Tegelijkertijd speelde de ontwikkeling van de nieuwe visie, regionale visie op landelijk niveau. Ja, en daar zat eigenlijk ook veelal een discussie in van wanneer is nu een regionale kering dat je die gaat aanwijzen en normeren. Nou, dat samen eigenlijk met de behoefte om ook niet alleen dijkgericht te kijken, maar ook meer naar andere borgingsmethoden in het gebied, zeg maar, was de aanleiding om dat de behoefte was aan een eenduidig beoordelingskader. Bij de begeleidingsvisie was ook best wel vaak discussie over van waar hebben we het nu over? Wanneer is een kering nou een regionale kering? Of wanneer is een niet-primaire kering nou een regionale kering? En zouden wij hem in een verordening moeten gaan opnemen? Wij zijn begonnen met eerst maar eens te kijken wat staat er nou precies in de wet. Het is een heel saai plaatje ten opzichte van de mooie plaatjes hiervoor. Daar hadden wij ons niet op voorbereid. Als je even het uitgangspunt is gewoon, wat staat er in de wet? Er staat in, we hebben helder wat een primaire kering is. En vervolgens maakt de wet onderscheid tussen een niet-primaire keringen. En wat is bij de niet-primaire keringen staat in de wet? Van nou, een regionale kering. En dan heb je dus ook nog een restcategorie. En voor ons was vooral de vraag van dat onderscheid tussen de regionale keringen en die restcategorie. Wij hebben het overige waterkeringen genoemd, maar sommige waterschappen noemen het dan portkades. Er zijn heel veel terminologieën. Maar wat is het onderscheid? Wanneer is iets nou een regionale kering en wanneer is iets nou een overige kering? Dat was de vraag. Dat staat dus niet in de wet, staat niet in de toelichting bij de wet. Dus dat moet je dan dus zelf bepalen als provincie. Daar is ook een bestuurlijke vrijheid. Wij hadden behoefte om eens te kijken van zou je daar nou criteria voor kunnen ontwikkelen? Want in Zuid-Holland 6 waterschappen die regelmatig met verzoeken komen. Als provincie hadden we ook bepaalde ambities en iedere keer had je daar vragen over. Die soms wel eens een keer anders werden geïnterpreteerd. Wij wilden dus ook naar wat meer eenduidigheid. Ja, toen wij de juridische uitgangspunten helder hadden, toen zijn wij begonnen met het opstellen van de uitgangspunten. En de uitgangspunten daarbij is natuurlijk waterveiligheid staat voorop. Die wilden we gewoon als eerste plaats bewaren. Daarnaast hebben we echt ook gekeken inderdaad ook naar wat de nieuwe visie eigenlijk voor gedachten had. En daarin, wat ik net al zei, daar zijn andere borgingsmethoden
om de waterveiligheid te waarborgen worden ook nadrukkelijk genoemd. En ja, er zijn ook bestuurlijke uitgangspunten hebben we meegenomen in de afweging. Ook met betrekking tot de wens van deregulering en kostenbesparing. We hebben vervolgens ook heel nadrukkelijk, inderdaad, dat zei Richard al, heel nadrukkelijk gekeken wat staat er nou precies in de visie. Er staat dus inderdaad, het wordt bepaald door belang en functie van de kering. Nou, dat is eigenlijk super vaag. Wat is nou precies het belang van de kering? Wat is de functie van de kering? Dus daar ging de discussie over. En vooral op regionaal schaalniveau. Wanneer is iets regionaal schaalniveau? Wanneer is iets lokaal? Dat is ook best wel moeilijk in te vullen. Het volgende plaatje, denk ik, dat gaat dan even over de worsteling die wij hebben. Want het was wel een worsteling. Van hoe ga je deze kreten, hoe ga je dat nou transparant invullen? Waarbij wij de gedachte hadden van, nou, daar komt een scherp afwegingskader van ja, nee, ja, nee. En dan een vinkje zetten en dan komt er een uitkomst. Dat was zoals wij het proces gestart zijn. Maar helaas, de werkelijkheid is weer barstiger. Ja, dit is even een blik om te laten zien waar, ja, met onze zoektocht hoe dat gelopen is. Wat Laura al zei, wij zijn natuurlijk gestart met de gedachte, we maken een ja-nee schema met daarin getallen en definities. En dan onderaan rolt uit of het een kering is of niet. Nou ja, dat gaf allerlei discussies en dat past niet voor hier en dat past niet voor daar. Dus ja, dat was eigenlijk te kort door de bocht. Dat hebben we losgelaten en uiteindelijk zijn we uitgekomen op een ruw, staat daar rechtsonder, een soort schema, een ruw beoordelingskader. Met name ook om het goede gesprek te voeren tussen de provincie en het waterschap. Misschien nog, Richard, ietsje uitleg over dat beoordelingskader, want dat is natuurlijk niet voor de zaal te lezen. Even de verschillende stappen. Ja, dat is de volgende sheet. Is dat de volgende? Ja. Hier is die. Het is ook niet helemaal goed gegaan, zie ik, met de tekst. Maar, oh, dat is de volgende, ja. Ja. Zal ik dat doen of ja, wil jij goed. Dat doen? Uiteindelijk was het de vraag van, dit is het schema uiteindelijk geworden zoals wij dat, wat is de uitkomst geworden? We beginnen met de vraag van, nou ja, er is een kering en gaan we deze kering nou wel of niet afwaarderen? Want het is vaak toch wel een verzoek van een waterschap om een kering bijvoorbeeld uit verordening te halen. Er waren een aantal aanleidingen in Zuid-Holland om zo het verzoek om de kering eruit te halen. We hadden als provincie ook een aantal keringen die we er juist graag in wilden hebben. Voorlandkering, compartimenterende kering, dus daar was de vraag. Dat was de vraag. Wat we uiteindelijk in de discussies in het begin merkten, is vaak dat de gesprekken heel erg door elkaar heen liepen. En wat we geprobeerd hebben is een onderscheid te maken tussen feiten, aannames, bestuurlijke afwegingen. Dat doen we door in eerste instantie te kijken wat ligt er nou precies in het gebied? Wat voor soort kering is het? Wat is het belang van de kering voor het watersysteem? Wat is het belang van de kering voor het gebied erachter? Wij kijken naar overstromingsmodellen van als het misgaat, wat is dan precies het gebied wat overstroomt en wat is de hoogte van waterdiepte? Er zijn verschillende overstromingskaarten die dat helemaal prima laten zien. Als we dat bekeken hebben, is het dan even de afweging van, je ziet welk gebied getroffen wordt. En we hebben geïnventariseerd welke belangen er in het gebied liggen. Dan wegen we die twee dingen tegen elkaar af. Daarbij kijken we dus naar schade, maar we kijken ook naar neveneffecten. Van hoe lang is een weg gestremd? Wordt een vaarwegroute, wordt dat gestremd? Wat zijn we nog meer tegengekomen? Zijn in de praktijk tegengekomen bijvoorbeeld ProRail die op een gegeven moment bij een breuk getroffen zou worden? Wat is het effect van treinverkeer wat gestremd wordt? Dat soort elementen nemen we mee in die afweging. En ook de volgorde van de stappen is belangrijk.
Ja. Dat je dus inderdaad, dat bleek dus ook dat de volgorde waarin je de discussie hebt met elkaar, dat je die goed voert. Als je dus in het laatste blokje begint over het borgen van de waterveiligheid en je weet eigenlijk nog niet waar je over praat, zeg maar. En is het de regionale kering of een andere kering? Dat helpt hier ook bij. Als we dat dus geïnventariseerd hebben, dus de belangen in het gebied en de schade bij een overstroming en de functie van de kering, dan komen we bij de laatste stap uit en dat is de borgingsmethode. Waarbij we heel nadrukkelijk aansluiting hebben gezocht bij de visie. Dus we kijken niet alleen naar van moet iets wel of niet in de provinciale verordening worden opgenomen, met daarin ook het toezicht door de provincie. En de toetsing, of zijn er misschien andere borgingsmethoden mogelijk, zoals calamiteitenbestrijding of iets met waterrobuuste inrichting. En we zijn die praktijk, dat zijn we ook wel in de praktijk tegengekomen, dat zeker soms elementen zijn die van invloed zijn. Zo kan ik me herinneren een discussie bij Hollandse Delta van een voorlandkering. De discussie van gaan we die wel of niet normeren. Daarachter waren een paar boerderijen waarbij je ook gewoon kan zeggen van nou weet je, in plaats van dat we dat gaan normeren in de verordening, gaan we gewoon met de boer goede afspraken maken. En dat is in de praktijk ook op die manier opgelost. Ja. De ervaring, of ja, de toepassing van de handreiking die wij met een aantal waterschappen hebben gedaan, dat is goed bevallen. Dat was een ervaring dat je toch met op een andere wijze, zeg maar, met elkaar het gesprek voert. En ja, het is waar het voorheen was. Voorheen is het met name ging het om de rekenkundige benadering van een kering. En we hebben eigenlijk nu gemerkt dat met het stappenplan dat je dus ook andere borgingsmethoden en en bestuurlijke afwegingen die ook apart een issue kunnen zijn. We kunnen bijvoorbeeld historische vanuit vroeger kunnen historische gevoelens aanwezig zijn dat die dus ook bestuurlijk een issue zijn, dat je kan zeggen, ja, dat is toch een overweging die je kan toevoegen om een kering, zeg maar, goed in beheer en onderhoud te houden met het aanwijzen en normeren. En ja, dat is soms alleen rekenkundig niet af te leiden. Nou goed, dan heb je een mix, zeg maar, vanuit een goed gesprek en met een transparante besluitvorming. De ervaringen. We worden uitgedaagd om breder te kijken naar die kering en ook vooral te kijken naar wat ligt er nou precies achter het gebied. Dat is voor Zuid-Holland was dat nieuw, omdat we in eerste instantie vooral keken naar het object, het kering. We kijken nu breder, we kijken omgevingsgericht. Belangrijk was ook een andere manier van samenwerking. We zaten voorheen nogal als toezichthouder, waterschap, beheerder aan tafel. En nu zitten we veel meer als gelijkwaardige partners aan tafel. Belangrijk is ook als we naar de andere borgingsmethodes kijken. Het hoeft niet altijd via preventie. Natuurlijk, 99 van de keren is het inderdaad preventie of is het een combinatie. Maar we staan ook open voor andere mogelijkheden. Er zijn een aantal pilots inmiddels gestart om te kijken van nou, werkt dat nou? Dat is onder andere bij Schieland en de Krimpenwaard. Daar gaat Arie straks nog wat over vertellen. En bij Hollandse Delta hebben we het samen met het waterschap uitgerold. En op die manier is de besluitvorming van wijzigingsvoorstellen supersnel eigenlijk doorlopen. En merkte ook dat juist door op deze manier het aan te pakken, dat ook de bestuurlijke besluitvorming bij ons supersnel ging. Want eigenlijk hadden we al samen met het waterschap bijna het bestuursvoorstel geschreven. Wat in het verleden ook anders ging. Ja, en tot slot denk ik ook, wij hebben in een begeleidinggroep visie is de handreiking, zeg maar, ook verder uitgewerkt.
met andere waterschappen, met ook andere provincies. En ja, dat heeft ook geleid, zeg maar, tot invulling van de onderzoeksvraag 1 eigenlijk, waar Ferdy net op doelde, aanwijzen keringen spoor 1 van de ORC. Ja, en deze handreiking is dan een invulling vanuit de regio eigenlijk naar het landelijke. Voor de onderzoeksvraag die de STOA nu eigenlijk als product gaat lanceren. Ja, dus uiteindelijk is de handreiking zoals die in Zuid-Holland is opgesteld, is gebruikt door de begeleidingsgroep Visie. Daar is nog wel een slag overheen gegaan. Er is nog een goede workshop geweest om gewoon nog op een wat landelijk niveau te tillen. En hij is nu te raadplegen op de website. De nieuwe website van de STOA, misschien nog niet bij iedereen bekend, hè. Die is in oprichting of onder construction, maar de regionale keringenwebsite waterweren.org. En als het goed is, komt hier ook straks het STOA-product, de nieuwe handreiking, op te staan.